De locatie vind ik, maakt het uniek, de uitstraling van het klooster. Het is gewoon prachtig. Kempenhagen is een instelling in de gezondheidszorg. En daarnaast hebben we een centrum voor epilepsie woonzorg. En het bijzondere aan deze locatie is dat wij deze recent compleet verbouwd hebben. Ik ben Erwin van Deurzen, werkzaam bij Thijssen Elektrotechniek in Hezen. Wij zijn verantwoordelijk geweest binnen dit project voor de complete elektrotechnische installatie, waaronder dus ook de verlichtingsinstallatie. Mijn naam is Thijs van Heugden. Ik ben werkzaam als accountmanager bij Rexel Nederland. Ik ben aan dit project gekomen dat ik benaderd ben door Erwin van Deurzen, die mij dus heeft benaderd om te kijken om samen een invulling te geven voor dit project. Bij mensen met epilepsie is het belangrijk om te kiezen voor indirecte verlichting. Lichtinval kan van grote invloed zijn en dus ook belangrijk dat het op de juiste manier geprojecteerd is. Het is een oud pand, een oud klooster, dus ook speciaal om aan te lichten. We hebben zoveel mogelijk waarde qua architectuur, qua uitstraling van het gebouw, proberen te handhaven, oftewel terug te brengen. We zijn dus met een lichtbreking zijn we begonnen en eens kijken welke armatuur zouden we kunnen toepassen. We hebben gekozen voor een pendelarmatuur hier met de directe en indirecte verlichting. Dat het licht mooi terugkomt via het plafond. Er is voor Philips gekozen met name omdat het een A-fabrikaat is. Daar staat een organisatie achter met de naam Philips. De Core Line Range producten zijn doorgetrokken in de rest van het project. Zeker gezien prijs- en kwaliteitshouding van Philips zijn het zeer goede producten. In de afweging voor de LED-verlichting, een belangrijke factor daarbij is de zogenaamde total cost of ownership. Na de aanschaf en de installatie kom je in de exploitatiefase terecht. Dan spelen energieverbruik en onderhoud een belangrijke rol. En een belangrijk aspect bij LED is dat je eigenlijk nooit een lamp hoeft te vervangen. En daarbij dan het energieaspect natuurlijk, minder verbruik en een lagere energierekening, dus meer geld voor de zorg. Het is een heel mooi project om voor te mogen werken. Ik ben ook trots op dat de RM mij benaderd heeft om hier samen met hem een invulling aan te geven en uiteindelijk de eindklant een heel goed gevoel eraan over heeft gehouden.